En welkom bij Boekestein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde met Arend-Jan Boekestein. Hij houdt alle buitenlandse kranten, die houdt hij scherp voor ons in de gaten, in zijn hoedanigheid als Arend-Jan, niet in zijn hoedanigheid als Karl Marx, want het schijnt ook een alter ego te zijn. En dan hebben we natuurlijk Rob de Wijk, ja, die is gewoon de man in doek, dat is bijna te gek zelfs, maar op doek vereeuwigd. Ja. Slot zijst. Ja, inderdaad. Het is wel maf om jezelf op een schilderij te zien. En waar gaat het hangen? Prominente plek of ergens in het Ik heb eigenlijk geen idee. Ik bedoel, het schilderij is van de kunstenaar, niet van mij. We gaan praten over het Oekraïense tegenoffensief met de gast Ruben Brekelmans, Kamerlid en buitenlandwoordvoerder voor de VVD. Welkom. Ja, laten we beginnen met de situatie op de grond. Nu actueel, het offensief is echt begonnen. Daar is heel veel over gezegd en gedaan ook. Maar je kunt afleiden op heel veel manieren dat het begonnen is. Maar het mooie is dat je er ook heel veel aan kan afdingen. En daar zien we ook steeds, wat is de betrouwbaarste bron? Welke kant gaan we op? Wat is voor jou, voor Ruben Brekelmans? We zeggen je in dit gesprek, omdat we nu even in een andere situatie zitten. Wat is voor jou de belangrijkste? De belangrijkste bron bedoel je? Of de Zeker, om dit alles bij te houden. Nou, er zijn een aantal hele goede experts op Twitter die ik nauwgezet volg. Dus ook als je met de inlichtingendiensten spreekt, we worden af en toe als Kamer worden we ook bijgepraat. En dan werd ook vaak gezegd van ja, eigenlijk wat er via open source beschikbaar is, dat is heel dicht, zit dat tegen de waarheid aan, omdat het heel nauwgezet wordt gevolgd. Het is nu wel zo dat je eigenlijk ziet dat er relatief weinig naar buiten komt. Dus ook die experts die gebruiken vaak Russische telegramkanalen, die ze dan weer van duiding voorzien natuurlijk. Ja. Maar er zijn verschillende berichten over het startende offensief. Van heeft Oekraïne al eerste verliezen geleden? Hebben ze al echt, zijn het nog speldenprikken of hebben ze al enigszins een doorbraak weten te bereiken? Maar wat is voor jou dan de stand van zaken? Nou, volgens mij is het stand van zaken dat het net begonnen is en dat we zien dat in twee regio's, Zaporizhia en Donetsk, dat Oekraïne nu probeert om echt een eerste doorstoot te bereiken. En dat het nog gewoon maar afwachten is in hoeverre ze daarin slagen. Ja, is dat inderdaad, Rob? Want ik bedoel, ja, je volgt alles natuurlijk ook, maar dat is nu de stand van zaken. Maar toch, ik merk het ook, het wordt steeds lastiger. Met name Oekraïne zegt nu ook, het is geen film. Letterlijk, dit soort uitspraken. Dus we weten niet precies wat er aan de hand is. We gaan in ieder geval niets vertellen. Nee, dat klopt. Het blijft in belangrijke mate gissen. Dus je moet het hebben van snippers informatie. Maar wat je feitelijk doet met al die snippers informatie, plaats je in je kennis over militaire operaties. Dat is feitelijk wat je doet. En dan kijk je gewoon of het consistent daarin is. En dan kijk je of er consistent wordt gereageerd, bijvoorbeeld door de Russen of de Oekraïners. Consistent bedoel ik ook op de grond. Nou, wat we op dit ogenblik in Zaporizhia zien, is dat de Russen hun doctrine volgen. Dat is belangrijk. He, dus ik zal niet helemaal uitleggen hoe dat precies in elkaar zit nu. Maar waar het feitelijk op neerkomt, is dat je dus een operatie hebt waarin je de aanval van de tegenpartij, in dit geval Oekraïne, pareert. Je trekt je terug, vervolgens zet je reserves in enzovoort. Nou, dat kun je redelijk goed ook zien door middel van satellietbeelden die dan wel beschikbaar zijn op een aantal sites. Nou, als je dat ziet, dan zie je dat dit inderdaad gaat om behoorlijke operaties. En je ziet dan ook dat het geen chaos is aan de Russische kant. En dat is voor de Oekraïne, denk ik, geen goed nieuws. Nee, waar ze mee bezig zijn is juist verwarring, zei je. Dat willen ze ook, maar dat lukt gewoon niet. Of zie jij wel iets in die richting, Arend-Jan? Want dat valt op dat nog niet lijkt te gebeuren, inderdaad. Weet je, het is eigenlijk is het onmogelijk om er iets over te zeggen. Ik lees al die dingen en die zijn ook tegenstrijdig. De Russen liegen zich suf, Oekraïners zeggen helemaal niks. En verder heb je tussen de experts wat ruzie over bepaalde gebieden. Ik heb het gevoel, maar het is niks waard, is dat het behoorlijk is afgeslagen. Maar ik weet niet of het waar is. Ja, dat denk ik ook, maar dat zegt op zich niet zoveel. Want het is gewoon een aantal dagen voordat je zo'n doorbraak geforceerd hebt. Dus ik bedoel, dat gaat gewoon een tijdje duren. Maar waar het gebeurt, in die Zaporizhia oblast. Als je gewoon goed op de kaart kijkt, we hebben er vaker over gesproken met z'n allen, van waar zou je nou een doorbraak willen forceren? Dan is het daar. Mm. Want dan kan je door persen naar Melitopol. Van Melitopol weten we dat daar een behoorlijke pocket is van bezet, van partisanen. Dus nou, niet dat je daar nou dat een vrijplaats wordt en dat je daar gezellig van ontvangen. Maar in ieder geval kunnen daar gewoon voorbereidende werkzaamheden worden verricht om Oekraïnse troepen te ontvangen. En dan kun je doorgaan naar het zuiden. En dan zou je dus inderdaad die roemruchte landbrug tussen de Krim en Rusland kunnen doorsnijden. Slaat je die verbinding echt af? Daar is alles op gericht.
Ja. Nou ja, dat weten we niet of dat zo is. Het kan ook best zijn dat je over het hele front probeert om een 100 kilometer misschien door te gaan, om vervolgens vast te lopen op de volgende verdedigingslinies. Hè? Want die verdedigingslinies zijn in lagen opgebouwd. De grootste verdedigingslinie ligt rond de Krim. Dus ik zou iedereen al willen afraden om met deze slagorde en met een aantal troepen dat beschikbaar is, om die kant op te gaan op dit ogenblik. Ik zou dat denk ik niet doen. En je ziet al hoe lastig het is om daar goed oordeel over te vellen. Dus even terug naar die Kakhovka-dam. Nou ja, ik bedoel, dit is al heel wat, hoor. We nu zeggen. En je ziet dan vervolgens overal waar het gebeurt op drie plaatsen wordt er op dit ogenblik behoorlijk geknokt. Nou ja, dan heeft dat wel effect op een gegeven ogenblik. Dus je kunt wel een inschatting daarvan maken. En dat is eigenlijk, de experts zitten redelijk op één lijn hier. Was dat een paar dagen geleden ook zo makkelijk bij de Kakhovka-dam? Voor Ruben Brekelmans bijvoorbeeld, als buitenland woordvoerder, om meteen te kunnen reageren en kunnen zeggen, kijk, dit zijn de Russen, dit is een ramp en dit kan niet meer? Nou, je ziet daar natuurlijk ook dat er meteen verschillende opvattingen zijn, maar kijk, we weten nu ook wel na meer dan een jaar oorlog twee dingen. Dat als Oekraïne spreekt zich soms heel scherp en stevig uit. Nou, die zeggen dan direct ook op het hoogste niveau, Zelensky, de minister van Defensie, dit is een Russische oorlogsmisdaad. Soms als de situatie wat onzekerder is, dan houden zij zich ook stil. Dat zag je bijvoorbeeld in de eerste fase toen die incursie plaatsvond in Belgorod. Dus dan, dat is voor mij altijd een signaal van, oké, hoe scherp zit Oekraïne erin? Aan de andere kant weten we ook dat Rusland natuurlijk niet alleen een oorlog op de grond voert, maar ook een informatieoorlog en een steeds meer ook probeert om er een draagvlakoorlog van te maken. Dus kijk, het feit dat zij dan meteen daar een narratief tegenover stellen, ja, dat neem ik vaak wel met een korreltje zout. Of tenminste, dat is niet dat ik dan automatisch, wat dan gezegd wordt, both sidesism, dat je dan gaat zeggen, nou, de Oekraïners zeggen dit en de Russen zeggen dat. We weten dat Rusland een loopje neemt met de waarheid wat dat betreft. Dus ik kijk dan naar wat zeggen de Oekraïense officials, wat zeggen relatief onafhankelijke experts daarover. Ja, en als dan heel snel het beeld naar buiten komt met die dam van, ja, dit is wel zeer onwaarschijnlijk dat de Oekraïners dit zelf hebben gedaan. Ja, dan is het nog de mogelijkheid, ofwel heeft Rusland het actief gedaan, ofwel hebben ze het dusdanig verwaarloosd dat er deels misschien sprake is van ongeluk. Maar je ziet ook dat die middelste theorie eigenlijk, het is misschien ongeluk geweest, dat er ook steeds meer experts zeggen, ja, zo'n dam, weet je, die is voorbereid op een aardbeving en op een nucleaire aanval. Het is niet zo als je dat een jaar lang niet goed onderhoudt, dat die dan doorbreekt. Dus het is wel zeer waarschijnlijk dat Rusland het zelf heeft gedaan. Ja, en dan kan ik als politicus, ga ik niet mee in die enerzijds, anderzijds, maar volg ik dan ook wat de experts en de Oekraïense officials daarover zeggen. Ja, wat natuurlijk interessant is met die dam, is dat de effecten daarvan, die zijn redelijk chaotisch voor beide kanten, maar de wijze waarop Rusland daarop reageert, is echt chaotisch. Ja. Ik heb ook gezien dat verder naar het noorden in Donetsk, daar is, of in de Oblast, nee, dat is nog verder naar het, in de Kharkiv Oblast, is een ammoniakpijpleiding doorboord. Ja. Dat is alweer een paar dagen geleden. Maar het feit dat soort dingen gebeuren, ook daar zie je precies hetzelfde. Oekraïne geeft Rusland de schuld en omgekeerd. Maar het hele punt is natuurlijk dat weer tot een totale chaos heeft geleid. Ja, en dit soort dingen duidt er allemaal wel op dat er wel veel gaande is. En ook de wijze waarop, en dat vind ik het meest interessante, de wijze waarop Rusland reageert, onder andere op de doorbraak van die ammoniakpijpleiding, maar ook verder naar het zuiden bij de doorbraak van die dam. Dat is redelijk chaotisch. En tegelijkertijd is het niet chaotisch wat er gebeurt in de Zaporizhia-oblast, waar de Russen een goede verdedigingsoperatie hebben uitgevoerd tegen Oekraïne. Dus het is een heel gemengd beeld op dit moment. Het is ook een beetje een PR-wedstrijd, hè, van evacuatie met name aan de Oekraïnse kant. Over evacuatie aan de Russische kant horen we niet zoveel. Hè. Ik ben bang dat ze gewoon die mensen laten sterven. Daar ben ik echt bang voor. Maakt niet zo'n geweldige indruk in de wereld als je zo met mensen omgaat. Hè. Ja, hoor eens, dat heb je natuurlijk gezien wat er met Wagner gedaan is. Ja. Gevangenissen heeft leeggetrokken en dat voor echt gewoon als kanonnenvoer heeft gebruikt. Nee, überhaupt, maar wat hier gebeurt is gewoon, zeker aan de Russische kant, daar kunnen we nou toch wel redelijk, met redelijk veel zekerheid zeggen, dit is aan de eenschakeling van oorlogsmisdaden.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app. Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boekestein en de Wijk. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.